Als de aandeelhouders vandaag instemmen met de overname van Douwe Egberts, dan krijgt deze man daarvoor een miljoenenbeloning. De beleggers die namens de pensioenfondsen in de zaal zitten, maken daar nu bezwaar tegen. Normaal gesproken wordt een beloning gegeven onder de voorwaarde van als de boardmember een bepaalde prestatie levert. Nou, en in dit geval is er helemaal geen enkele voorwaarde aan deze beloning gebonden. Het is gewoon een beloning in cash die gewoon uitgekeerd wordt zonder verdere voorwaarden over de prestatie die geleverd moet worden. En dat vinden we ook niet goed. Iets meer dan een jaar geleden ging Douwe Egberts naar de beurs en nu wordt het bedrijf alweer verkocht. De aandeelhouders, zoals de pensioenfondsen, verdienen daar fors aan. Maar waar ze niet blij mee zijn, is dat de topman al na één jaar bovenop zijn salaris 5,7 miljoen meekrijgt. Als wij ontmoetingen hebben met deelnemers in pensioenfondsen, dan horen wij duidelijk dat zij zich over dit soort issues zorgen maken. Dus wij vinden het tot onze taak behoren om die kritische geluiden uit de Nederlandse samenleving, maar ook van pensioendeelnemers die wij uiteindelijk vertegenwoordigen, om die zorg te uiten op zo'n aandeelhoudersvergadering. Pensioenfondsen protesteren steeds vaker tegen het beloningsbeleid. Zo maakten ze in 2008 tevergeefs bezwaar tegen de beloning van Anders Moberg. De Ahold-bestuurder kreeg meer dan 7 miljoen euro mee. In 2009 kwamen ze in opstand tegen de beloning van Shell-topman Van der Veer. Hij behaalde de doelstellingen niet, maar kreeg wel meer dan 10 miljoen euro. 60% meer dan een jaar ervoor. Bij Heineken kreeg Jean-François van Boxmeer eerder dit jaar een bonus van 4 miljoen euro. Ondanks bezwaren van pensioenfondsen. En vandaag maken ze dus bezwaar tegen de miljoenen voor de topman van DE. En ook vandaag tevergeefs. Toch claimen de pensioenbeleggers dat hun beleid vruchten afwerpt. Het is meer dan voor de bühne, omdat het ook een signaal is aan andere ondernemingen dat bepaalde constructies niet aanvaardbaar zijn. En we hebben gemerkt dat een aantal bedrijven zich daarvan bewust is en niet met dit soort rare voorstellen komt. Bedrijven zijn soms hardleers en de pensioenbeleggers beloven dat ze blijven vechten tegen exorbitante beloningen.